NEC won zaterdagmiddag ook de tweede oefenwedstrijd. Eintracht Braunschweig werd met 4-0 verslagen. Na afloop spraken we met trainer Pepijn Leinders en doelpuntenmaker Ferdi Kadıoğlu, die al vroeg de score opende. Ja, normaal score ik in de competitie in de tweede helft pas. Dus het was wel lekker dat ik deze wedstrijd gelijk in het begin kon scoren. Maar ik denk dat we een goede wedstrijd achter de rug hebben. Goed gespeeld. Ik heb vaak hoge druk gezet. Dat we de tegenstander moeilijk hebben gemaakt. En ik ben wel tevreden over mijn eigen spel. Leinders is tevreden over de drive van de spelers. Ja, ik had al natuurlijk meer voorbereid toen het zover was. Dus ik wist wel wat voor type spelers ik zou krijgen. Ik ben blij dat het tot dat wat ik dacht ook uit is gekomen. De passie is goed, de ambitie is goed. Ze willen heel veel en ze trainen als beest. Leinders is duidelijk fan van counterpressing. Ja, counterpressing is een onderdeel natuurlijk. Hè. In eerste instantie willen we gewoon de bal hebben, zo hoog mogelijk op het veld. En zoveel mogelijk kansen creëren. Maar we willen ook zorgen dat we daar blijven en dat we dat niet alleen gebruiken om daar te blijven, maar ook als offensief wapen. Hè? Dus om meteen door de linies heen te kunnen spelen, et cetera. Maar ja, counterpressing is wel een belangrijk onderdeel, maar niet het is een van de... Ja. Bijvoorbeeld je ziet dat de tegenstander niet kan voetballen als ze hoog druk zetten. En, we veroveren veel ballen zo. Alleen, het is best wel zwaar, dus ik denk dat je dit niet 90 minuten kan volhouden. Dus we moeten momenten kiezen om dat te doen, maar het werkt wel. Jürgen Klopp heeft Leinders veel geleerd. Ja, ik heb heel veel van hem geleerd natuurlijk. Het was een van, ik heb heel veel respect voor elkaar. Het was een geweldige periode in mijn leven natuurlijk. Je moet af en toe geluk hebben met waar je bent. Ze zeggen wel eens dat je meer hebt dan één mentor als aan 50 opleidingen als het ware. Hij is wel een mentor geweest, denk ik. Maar wat vooral belangrijk was, is dat ik natuurlijk gewoon mezelf ben. Want toen ik bij Porto coachte en voordat Jürgen er was, was ik dezelfde Pepijn qua trainer. Leinders heeft in Spanje ook veel jeugdspelers een kans gegeven. Hij is enthousiast over de jeugd. Ja, zit wat bij, hè. Dat is top, hè. Dat is mooi. Ik vind echt dat de jeugdopleiding... ik vind het belangrijk, omdat ik natuurlijk zelf uit de jeugdopleidingen ben gekomen bij PSV Porto. Je wil jongens een kans geven. Je moet lef hebben om kansen te durven geven. Maar ik prettig om te zien hoe ze zich staande houden, hoe ze trainen. De toekomst lijkt goed voor NEC. Kadıoğlu verwacht veel goeds van de tweede seizoen zelf. Ja, ik verwacht dat we goed spel spelen. Misschien met deze geen hoog gaan druk zetten. Ik verwacht uiteindelijk wel dat we gewoon zoveel mogelijk punten kunnen halen om kampioen te worden. Forza NEC en RN7 gaan mee op trainingskamp. Dankzij F-Graphics, Massage Nijmegen, F-Work, Jacques Bongersdranken, woningbouwprojecten Heikant en Café de Zaak uit Beuningen.